Mijn naam is Herbert Sarfati. Ik ben geboren in Amsterdam. Niet hier in de rivierenbuurt waar we staan, maar in Betondorp in Amsterdam-Oost. Een buurt die zo'n beetje dezelfde tijd tot stand gekomen is als deze buurt. Is ietsje ouder. Ja. En jij staat nu bij een huis met een cijfer op de muur, een getal op de muur en een gewoon getal als bordje. Wat is het verschil? Hoe komen twee nummers daar? Ja, het schildje met het nummer, dat is dus het originele, het huisnummer dat van het huis gegeven is. En dan zie je dat, behalve dat bordje dat opgespijkerd zit hier, is er op de muur geschilderd een groot wit huisnummer. Met hier in dit geval staat er nog een huis onder. En dat is uit de oorlogsjaren. En welke oorlog? Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog is de verduistering ingesteld. Dat hield dat openbare verlichting op straat, of überhaupt verlichting op straat, niet toegestaan was. Ook ramen moesten afgekend zijn, zodat er helemaal geen licht naar buiten straalde. Zodat de stad vanuit de lucht niet herkenbaar zou zijn voor aanvallen. Dat was het idee. Herbert, de cijfers lijken vaak op elkaar, maar niet in alle gevallen. Kan je je nog iets herinneren van de manier waarop die cijfers op de muren werden gezet? Nou kijk, ik ben geboren in 1937 en dit is in 1941 aangebracht, dus ik was een kleuter toen dat gebeurde. En er staat mij bij dat die cijfers aangebracht werden met een schabloon. En dat kun je hier eigenlijk ook wel zien, dat die cijfers allemaal zo'n beetje dezelfde omtrek hebben. Maar, als ik nou zeg over een schabloon, weet ik niet of dat mijn eigen herinnering is, of dat verhalen geweest zijn die ik later gehoord heb. Wat me wel opgevallen is, ook uit mijn jeugd herinner ik me wel, dat de letters die nu vrij flats zijn van uiterlijk, dat die behoorlijk fel waren toen ze er nieuw op zaten. Daar werd witte reflecterende verf voor gebruikt, zodat die in donker, als er een beetje licht op kwam, toch oplichtte en te herkennen waren. Een andere vraag is hoe die cijfers er nu opkwamen, of daar voorschriften voor waren, dat weet ik allemaal niet. En ook opvallend natuurlijk dat die cijfers allemaal dezelfde, ook de huizen allemaal van dezelfde omvang waren. Of dat ook een voorschrift terugging, dat weet ik ook niet.